Mijn naam is Evi en ja, ik wil net een kookvideo opnemen, maar dat... Het is denk ik een schoonmaakvideo geworden. Maar het komt wel mooi uit, want ik heb namelijk ook een gadget vandaag binnengekregen. En die kan misschien wel in een handig bij gaan helpen. Kijk of je wil gaan komen. Ja, even zonder gekheid, maar in deze video gaan we eens kijken naar deze robotstofzuiger. En ik heb deze expres gekocht. Heel simpel, ik haat stofzuigen. Niet alleen dat, maar ja, zoals jullie weten, ik heb ook astma. En dat is wel handig dat er goed stof gezogen wordt. En ja, om elke dag hetzelfde te gaan doen. En niet alleen dat, want zoals jullie misschien wel weten, heb ik ook astma. En daarmee is het wel heel handig dat je huis gewoon goed schoongemaakt wordt. Nu is het handiger om zelf te gaan stofzuigen, dat kan het veel beter doen. Maar ja, ik ga gewoon kijken of deze misschien wel kan gaan overnemen voor mij. We gaan eens even kijken. Als eerste gaan we hier naar de doos kijken. Het is een, nou ja, de tweede Belgische test. Die had een Duitse apparaat, zoals je kunt zien. België. Het is een Duitse apparaat. Hij is als tweede beste getest, blijkbaar. Het is een Severin Chill. Ja, ja, het zal wel. Nou, hij heeft een uitwerkbaar bakje, et cetera, et cetera. Nou, eigenlijk een beetje standaard. Laten we maar gelijk lopen maken. En ik moet trouwens eerlijk zeggen, dit is niet mijn eerste stofzuiger. Ik heb namelijk al een andere robotstofzuiger. Die heb ik al 2 jaar in huis en die doet ontzettend goed. Alleen de laatste batterij een beetje aan het opraken. Dus ja, ik ben gewoon eigenlijk op zoek naar een vervanger ervan. Even kijken of ik hem ook krijg. Yep. En dan is dit dus de robotstofzuiger. Even kijken, allereerst hebben we een kartonnetje zitten. Die kan gewoon weg. Dan hebben we hier een filterdik boekwerk. Ik snap niet wat bedrijven allemaal doen met die dikke boekjes. Nou ja, die lezen we nog een keer. Ik zie hier een kwastje bij zitten om alles schoon te maken. We hebben hier een power adapter en het is zo te zien een 19 volt adapter. En dan is dit varkensmateriaal. En dit is dan de robotstofzuiger. Met daarin als eerste 4 borsteltjes. 2 hier en 2 hier, dus 2 reserve. En ik moet zeggen, ik vind het fijn als een robotstofzuiger 2 borstels heeft aan beide kanten. Heel vaak zie je dat hij maar 1 borsteltje heeft en dan zuigt hij echt alles 1 kant op. Maar met 2 kun je natuurlijk veel breder opzuigen. Dus ik ben expres gegaan met 2 borstelkoppen. Ik heb hier nog een extra kapje waarschijnlijk in zitten. Die moet je wel vervangen namelijk. En dan is hier de stofzuiger zelf. Zo. En als ik hem zo zie... Hij leek echt spreekt op de stofzuiger die ik nu heb. En dat is wel heel erg handig. Hier achteraan zit het vakje voor de batterij. Nou, de batterij is wel een stukje kleiner dan die ik nu heb. Maar dat is geen enkel probleem. Dit is een 1300 mAh batterij. Dan hebben we hier achteraan de wielen zitten. Nou, die zijn verend. Je mag er eens overheen gaan. Hier onderaan dus de borsteltjes. En hier de zuigmond waar die alles binnen laat komen. Dan zitten hiernaast nog 4 of nog 3 andere schakelaars. Kunnen jullie misschien wat moeilijker zien. En die zijn zogeheten trapsensoren. Daarmee kan deze namelijk gaan kijken of hij eventueel bij een trap is. Een afgrond voor hem. Ja of nee. Is hij bij de trap? Stopt hij daar? Draait hij weer gewoon om. Want dit is namelijk een zogeheten domme stofzuiger. Tenminste, zo noem ik hem eigenlijk. Je hebt namelijk in mijn optiek eigenlijk 2 stofzuigers. Je hebt 1 stofzuiger waar je voor sensoren zit of eventueel bovenop sensoren. Die scannen de hele omgeving af of hij ergens iets ziet. Ja of nee. Ziet hij iets? Rijdt hij weg. Ik heb wel eens eerder zo'n stofzuiger getest. Het linkje van zal ik in de beschrijving zetten. Maar om heel eerlijk te zijn, vond ik de stofzuiger ontzettend slecht. Als je namelijk in de buurt komt van iets, denkt hij al, oh, ik moet stoppen. En zal hij zijn strook overslaan, want hij denkt, ik kom er ergens tegenaan. En deze, die rijdt gewoon door. Komt tegenaan, hiervoor zit het schakelaar in. En dan pas draait hij om. Dus mijn ervaring is, dat deze gewoon veel makkelijker in de hoek kan komen, als die slimmere stofzuiger. En nou, dat is wel natuurlijk dat hij elke keer overal tegenaan botst en dat kan een beetje, ja, lawaai zijn als je het zelf zo vindt. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Er zit wel een stootrand hierop. Als je meubilair en je wanden in ieder geval niet beschadigd wordt, dan lijkt me wel handig. En hier bovenaan zit dan de deksel. Daar zit een bakje in. Nou, dat is een handig klein bakje. Volgens mij was die 200 ml achter mijn hoofd. Met een goede deksel. Even kijken. Ja, een goede deksel. En is een goede deksel. En dus dit is het filterdoekje. Nou, er zit dus 1 extra bij. Deze zul je af en toe gewoon een paar keer moeten gaan vervangen. Ik zie hier ook nog een flapje in zitten. En dat flapje zorgt ervoor dat er geen stof meer terug uit komt vallen. Ik ga deze denk ik weghalen. Want bij mijn vroege stofzuiger werkt dat niet zo heel goed. Maar gewoon kijken wat er bij deze gaat doen. Ik ga hem terugzetten. Deze komt hierin. Oh, wacht. Die moet eerst opgeklikt worden.
Nu is het een relatief klein bakje. 200 milliliter, dus wat ik al zei. En het liefst had ik hem eigenlijk wat groter gezien. Alleen als je bakje groter gaat doen, wordt je stofzuiger 9 van 10 keer ook groter. En wordt je waarschijnlijk ook hoger. En als je stofzuiger hoger wordt, kan dit minder makkelijk onder objecten door. Dus ik vind het fijn dat het een hele smalle stofzuiger is. Dan komt hij wel makkelijker over en onder. Aan de achterkant zien we de power cables. Oh, de on-off schakelaar. Als ik hem uitkijk. Zo. De aan-uitschakelaar met de power cable. Dit is namelijk een oplader. Ik zei het al, een domme stofzuiger. Deze gaat dus niet zelf naar zijn station terug. 3, 2, 0. En ik had al gezegd, dit is ook wel een domme stofzuiger. De slimme stofzuigers hebben naast alleen sensoren hier, zijn ze ook in staat om zelf te gaan zoeken waar een oplaadstation is. En dat is natuurlijk super handig, want na het schoonmaken zal hij zelf automatisch zich opladen en dan kan hij weer doorgaan. Eén nadeel is wel, deze hebben allemaal een korte accuduur, meestal rond de 60 tot 90 minuten. En bij die slimme stofzuigers, die sensoren verbruiken natuurlijk ook stroom. Dus dan gaat dan weer van het vermogen vanaf. Daarnaast, als hij bijna op dreigt te raken, gaat hij alvast terugzoeken naar zijn station. En het kan zo dan een half uur duren voordat het station heeft gevonden. Dus dan heeft hij dus een uur lang schoon kan hij maken en een half uur gaat het station opzoeken. Deze domme, die kan gewoon anderhalf uur lang mooi schoonmaken en 's morgens pak ik hem op en doe ik hem weer even aan het stroom. Simpelweg, je gaat namelijk toch niet, tenminste ik niet, om constant laten draaien, want dat werkt gewoon niet. Ik zet hem 's avonds aan, 's morgens vroeg aan het stroom. En dan kan ik weer volgens als ik naar het werk ga, is die weer opgeladen. Tenminste, dat vind ik fijn. Het duurt trouwens wel best lang om het opladen. Gemiddeld 4 uur, 3 tot 4 uur duurt het voordat hij helemaal is opgeladen. Dus meestal als ik 's avonds werk, doe ik hem overdag opladen. En als ik 's morgens werk, doe ik hem 's avonds weer opladen als ik terugkom. Dus dat is eigenlijk hoe ik het fijn vind om mee te werken. Dan gaan we de borstelkoppen erin klikken. En dat is heel simpel, ik zou het gewoon klikken. Je zet ze gewoon erin. En bij mijn vorige robotstofzuiger, zoals al denk ik bij deze ook al zijn, merk ik wel dat, dat af en toe de borstels vies beginnen te raken, omdat er haren in gaan zitten. Kun je hem heel simpel afdrukken, zijn rubberen dopjes zijn het, dan kun je hem gewoon schoonmaken. Nou, deksel op. Deksel op. Goed in. Deze nog bovenop. En dan kan hij eigenlijk al gaan draaien. Ik kan kijken of hij hier al wil werken. Ik weet niet of hij opgeladen is natuurlijk. Nee, hij is niet opgeladen, hij is hartstikke leeg. Ik weet niet of deze ook een geluidje maakt. Dat vind ik wel fijn. Maar de vorige mij deed dat niet. Even kijken of ik hem toch nog een keer aankrijg. En hij draait al. Nou, er zit dus toch stroom in, dus je kunt hem eigenlijk gelijk gaan testen. En ik merk dat deze best wel zachtjes is. Hij maakt niet heel veel geluid. Dat is natuurlijk wel handig als hij aan het draaien is. Nou, het is een beetje lastig om hier in de studio te gaan testen. Dus ik ga even naar de keuken, waar het nog een kleine bende is van net. En dan gaan we even testen of hij dus dit kan gaan schoonmaken. Ik zie jullie in de keuken. Ja, zoals je kunt zien, ik ben weer opgefrist en heb al een mail van me afgehaald. Want ja, laten we eerlijk zijn, het was wel echt een flinke bende natuurlijk. En dat merkte de robotstofzuiger zelf ook. Ik heb hem een tijdje laten draaien, over een uurtje, want de accu was niet helemaal vol. En hij heeft best veel opgeruimd, moet ik eerlijk zeggen. Maar natuurlijk, zoals je in het shot nu kunt zien, heeft hij niet alles opgeruimd. En eigenlijk is het ook wel logisch. Sterker nog, ik ben er naar de rand met mijn eigen stofzuiger nog achteraan gegaan om echt alles op te ruimen. En zelfs mijn eigen stofzuiger had er moeite mee. Het was gewoon heel fijn meel, wat gewoon overal in bleef zitten en heel moeilijk opgeruimd kon worden. Maar laat ik ook eerlijk zeggen, het was ook wel een flinke bende natuurlijk. Dus ja, is het een goede robotstofzuiger? Ja, ik zou zeker zeggen ja. Hij kan goed alles opruimen en zelfs voor een meel wat er lag, vond ik hem nog top werken. Natuurlijk is het geen vervanging van je eigen stofzuiger. En je zult dus ook niet moeten verwachten dat hij alles gaat doen en dat je er al nooit meer eens hoeft te doen. Sowieso heeft hij geen oplaadstation, dus je zult hem elke keer zelf moeten vangen en er weer moeten opladen. Maar ik zou wel zeker zeggen, ga hem na een aantal dagen gebruiken ook wel echt een keer zelf stofzuigen. Want er is dus geen vervanging. Hoe ik hem ook gebruik, ik zet hem elke dag gewoon aan, dat hij gewoon overal als weg kan halen, lekker schoon is. En daarna ga ik één keer in de week met mijn eigen stofzuiger langs om alles goed stofvrij te maken. Dat is natuurlijk, zoals jullie weten, in verband met mijn astma. Heb je nog geen astma, ja, dan hoef je misschien iets minder vaak te stofzuigen. Maar mijn ervaring is dat één keer in de week toch echt wel nodig is. Ondanks dat je een stofzuiger hebt. Voor mij dan. Dus, wil je zelf een robotstofzuiger halen?
Hou in gedachten dat het zeker geen vervanging zal zijn van je eigen stofzuiger, maar dat het gewoon een hulpmiddeltje is om je huis nog schoner te kunnen krijgen. En wil je echt als vervanging, ja, dan zal je echt wel richting een duurdere stofzuiger moeten gaan. Misschien ga ik hem wel een keer halen en een review op mijn kanaal, maar op dit moment heb ik daar te weinig YouTube geld voor. Dus wil je me sponsoren? Linkjes staan in de beschrijving natuurlijk. Nee, zonder grappen. Wil je hem wel halen? Dat kan wel. Want in de videobeschrijving staat een linkje waar je deze robotstofzuiger zelf kunt halen. En tevens wil je mij meehelpen met het maken van YouTube video's. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze video vonden en of van de robotstofzuiger. Laat ze even een leuke reactie achter hier beneden aan. En heb je nou zelf ook een? Laat even een reactie achter wat je vindt van de robotstofzuiger in het algemeen. Nou, ik zou zeggen, ik wens jullie een fijne dag toe. Ik zou nummer 1 zeggen, en dat is houdoe. Super handig, er zit gewoon een koekmateriaal in, als bodem en ook zo'n zak, alleen met van het poeder. En dat is best wel speciaal poeder, want deze... Oké, juist. Speciaal poeder.